Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en vandaag weer een nieuwe aflevering van The Last of Us. Oké, dat was fucking creepy. Ik doe weer wat naar beneden, sorry. Want anders dan schijnt het te filmen. Gezegd. Damn thing stuck! We gaan! Here, give me a boost. I can get through that window. Wow, holy shit. Ellie. Open it from the other side. Make it fast. Come on, Sam. You're not staying in here. What about you? I'll be fine. Come on, go. Nou, de twee kids die gaan eruit. We waren aan het ontsnappen voor de klikkers. Nee. Fuck. Nice, ik heb de twee klikkers. En dan ben je sowieso veilig. Bam. Horn! Oh nee. Fuck! Help! Lol. Ineens kon ik door, terwijl ik fucking bijna dood was. Fresh air. Dat was lucky. Dat was echt lucky. Look at this. Warning, infected inside. Do not open. Thanks for the warning on the other side, guys. So where's this tower? We're close. We zijn er gewoon bijna. Warning, infected inside. Aan de andere kant. Ik ben alleen wel flink kapoetski. Oh. That was a close one, huh? Yeah. Not one of our finest moments, but. That was a close one indeed. Yeah. Nou, ik doe hem gewoon twee keer. Zo. Deze auto trouwens. Ja, zie je. Toch weer slim even bekeken. Oh, wat ziet het er mooi uit allemaal, hè. Jezus Christus. Hey, look at that. Daar is het. Yep. What I tell you, huh? Oh, het is nog zo ver weg. What about you? How you holding up? Great. When I was with Henry, I took out a couple of infected by myself. You'd be proud. Yeah. Hey, deze dingen herken ik van The Walking Dead. Dat ze laat zien dat ze alle huizen langs gaan. En plaatsen hoeveel dit, hoeveel dat. Pretty intense back there, huh? Oh, yeah. How did you two end up together? Oh, I... Lol. A friend of mine, Marlene, asked him to take me to the Fireflies. Seem to get along well. Yeah, well, now I just boss him around. Isn't that right, Joel? Yeah, I'm all right. No. Zoveel mogelijk supplies. Dat is wat we moeten doen. We moeten zoveel mogelijk supplies halen. Daar. Pakken we daar. Ammo. Wauw, je hoort hem helemaal scratchen. Dat deuntje. Dat Last of Us deuntje. In een andere vorm. Wat is dit? Looting note. Another night, another shooting. I could see the muzzle flashes coming from the Carson's windows. I stayed up the entire night with the whole family in one room. I doubt anybody could got any sleep. It's only a matter of time before the looters try to break into our house. We have to get out of here. Oh shit. Well, that wasn't a good idea, no, was it?
ben benieuwd met deze stad. De looters. Is dit helemaal kapot geloot of zo? We kunnen alle kanten op. We kunnen daar doorheen, we kunnen daar. Maar laten we hierheen gaan. Holy shizzle. I'm armed, no trespassing. Wow. Nou. Zal daar nog iemand leven dan? Ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Daar kunnen we ook heen. We'll shoot on sight. Lots of friendly people lived here. First few months after the outbreak, they had a lot of looting. Everyone got paranoid. Iedereen. You remember any of that, Joel? Hij reageert daar niet op, hè? Oh wel. Yeah, everyone barricaded themselves in their homes. And supplies started running low. That's when you saw what people are really capable of. Ik hoor gewoon nog een hond. Kom dan maar naar die hond. Nou ja. Er valt hier heel veel te looten. Lol. Kijk. My memory's pretty hazy, but I remember living in a neighborhood just like this. What do you remember? Barbecues. Parents, they would throw these crazy big barbecues and invite a ton of people. Wow. Hij was 5 jaar en toen kwam de apocalypse. You're gonna want to stay away from those. It's not like it is in the zone. These are wild. Wilde honden. Oh Jezus. What is this? Oh, this is an ice cream truck. An ice cream truck? Yeah, Henry told me about these. They sell ice cream out of the truck. What? No way, Joel. Yeah. That's true. This thing drive around and play real loud, creepy. Ze weet dat allemaal niet. Running out to buy ice cream. Dat een ijskoot trek. Mm-mm, serious. Man, you lived in a strange time. Zij vindt dat raar. I told you so. Ja, er was een ijskowagen en die ging dan langs. Nou, dat, zij denkt dat ik aan het joken ben. Maar dat ben ik niet. Zo werkte het echt. Voor haar is dat heel raar. Yeah, this looks like a good spot. Nou, we kunnen weer dingen upgraden. Wat ervoor zorgt dat ik... een holster, een extra holster maak voor een extra long gun. Boom. En we hebben enorm veel parts trouwens. De shotgun die gebruik ik veel. Dus doe die reload speed maar even fixen. Doe ook maar de range. Doe ook maar de recoil. En doe van deze maar de reload speed. Ook al hebben we die weinig moeten gebruiken. En ook van deze. Boom. Dat is een hold. Oké, okay, alles goed verder. Nou. Laten we in dit huisje. Wat valt hier te vinden? Wat loot. Parts. Achter de deur staat open van de achtertuin. Hmm. Kun jij wat vinden, Ellie? Nope. Achtertuin dan maar. Of konden we hier nog omhoog? Dat kunnen we. Laten we dat niet vergeten dan. Allemaal een make-up shizzle. Een badkuip. Ja, niet meer, niet minder. Zeg gewoon een badkuip. En een bed. Waar weer zo'n brief.
ben wel benieuwd en eigenlijk van mijn vader. En die zei: Kara, you're the adult while I'm gone. Take care of your brother. I won't be gone for more than a few days to gather food and supplies. Don't open the door to anyone but me. Save your bullets. If you have to leave, stay low and move quickly. Use your size to your advantage. I'll see you soon. They didn't make it. Oude computer hier. Nice. Toch nog iets. Heel veel shit zit alleen vol nu. Alright. Gaan we dat huis nog? Oh. Laten we in dit huis kijken. Nou, deze... Je kan echt aan het huis zien wie daar zou hebben gewoond. Hier heb ik echt zo'n rocker gevoel bij. Zo'n yoloist. Het is een dartboard, Ellie. Een dartboard. Ik schrik me dood, man. Ik kom ineens de kill. Hier nog even wat parts. En weer een noot. En die noot is een survivor noot. Ik ben toch wel benieuwd. One open door, that's all it took. One of us forgot to close the door and the horde of those monsters entered our camp. We shut them in there and wrote a warning on the outside. Susanna and a couple of the kids are with me. As far as I know, we're the only survivors. I had to hold Susanna so she wouldn't run back in there, go back for the bodies. Whoa. Yeah, it's too much. Sorry. Ellie, I think I found another one of them comics you've been reading. Yes, weer een. Wow. Daar is die toren. Deze had een mooi computertje, flatscreetje, alles. Laptopje. Ja. Niet een kluis. Een kluis waar we de combinatie van nodig hebben. Challenge accepted. Challenge accepted. Die kluis heb ik nog niet eens gezien. Matchbook. Wat de hel. Daar hebben we hem al. 8-21-36. Boom. Pak ik hier nog wat shit. Ja. This soldier is secure. Ik wou soldier zeggen. Maar in het Engels is het natuurlijk solder. Grapje. Nou. Chill, 50 parts, holy fuck. Shizzle. Dat betekent dat ik eigenlijk gewoon weer eventjes terug ga dart. Hey Sam. Be careful. Yeah. I'll go first. Lo. Ze gaan ook nog echt darten. Yeah. Oh, damn it. Your turn. Okay. Wie dichtst bij de bol is. Throw it. Yeah. Boosh. I am a natural. Luck. No, was it? It was luck. All right, get out of here. You're getting cocky. Here we go. Fuck. Horrible. All right. It's a tie. No. You clearly got destroyed. How did I clearly get destroyed? That's practically a tie. Yeah, okay. Don't worry, Ellie. Don't worry. Oh, mag ik ook? Yo!
Er komt een dag waar kids can just be kids again. Geweldig. Dit is echt mooi. Dit is echt mooi. Er komt een dag dat kinderen weer echt kinderen kunnen zijn. Ja, en Joel is een beetje rough around the edges. Nou, laten we even de achtertuin gaan. Epic, man. Zoveel details in dit spel. Grasmaaien. Daar kunnen we niet in. Nou. Oh, fuck! Holy shit! Fucking sniper. Holy shit. Did you see where Kane is? Somewhere down the street. Ja, daar ergens down the street. Y'all stay here. No! Before you start, I need you guys to keep him busy. I'm gonna go around and see if I can't get the angle on him. Okay. Hey. Be careful. Here. She really cares about me now. Ze geeft gewoon om mij. Ellie begint om mij te geven. Volgende keer gaan we verder in een nieuwe aflevering van The Last of Us. Ik bedank jullie voor het kijken, voor het abonneren. Druk op dat duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Dat is echt iets. Doe dat even, alsjeblieft. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering.